Wat zullen we drinken? Hey allemaal, welkom bij weer een aflevering van Wat zullen we drinken? De podcast waarin we niet alleen bieren bespreken met een goed verhaal, maar ook het leven vieren in al zijn facetten. Ik ben jouw podcastlijn Bas en vandaag hebben we weer een vers getapte aflevering voor je klaarstaan. Samen tellen we af naar kerst. Dus pak het bier van de aflevering uit het vakje, ga lekker zitten en laten we samen het leven een beetje mooier maken. Proost! Kijk eens goed naar die goudkleurige drank die daar staat te schitteren op tafel. Het licht speelt met de tinten en toont een belofte van een rijke smaaksensatie. Terwijl je je voorbereidt om het glas te vullen, weet je dat je op het punt staat om kennis te maken met een bier dat traditie en innovatie in één slok vangt, de Roem Triple. Deze triple van de Zoetermeerse brouwerij bevat 8% alcohol. De Roem is een bier met statuur. Geworteld in de rijke Belgische brouwtraditie. Drie granen dansen in harmonie binnen dit brouwsel. Waarbij de gerst de hoofdtoon zet en touw en haver zorgen voor een complexe begeleiding. Het is een ode aan de gulden tijd van het bier. Die in zijn romige schuimkraag en fruitige boventonen de historie en de toekomst samenbrengt. Trippels zijn als de aristocraten onder de bieren. Met een rijke historie die terugdeinst tot in de diepste kelders van de middeleeuwse abdijen. Je zou het niet zeggen, maar deze stijl was ooit een toevallige ontdekking. Een gelukkige fout die uitmondde in een wereldwijd fenomeen. Het verhaal gaat dat in 1930 een Belgische brouwer besloot om een bier te maken dat zijn kloosterbrouwsels zou overtreffen in smaak en sterkte. De precieze origine van de triple is omhuld met mysterie, zoals veel legendes uit de bierwereld. Maar men zegt dat de Westmalle triple uit 1934 de standaard zette voor wat we vandaag onder een triple verstaan. Anekdotes over trippelbieren zijn rijkelijk gevuld met verwijzingen naar goddelijke inspiratie en het monnikenleven. Een klassieker is het verhaal van een monnik die na het proeven van zijn eerste triple zo verheugd was dat hij uitriep dat hij een stukje hemel had gedronken. Men beweert dat hij 3 dagen lang niets anders deed dan in de kapel zingen over zijn goddelijke drank. Het is ook een bier dat troost biedt. Een verhaal vertelt over een soldaat die tijdens een bitterkoude winter in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog zijn bevroren kameraden zag opwarmen met een trippel en het vloeibare brood noemde. De Roem Triple, hoewel een stukje hedendaagse magie, draagt deze historie met zich mee. Van de rijke granen tot subtiele toets, van sinaasappel en koriander, en nodigt de proever uit om een moment van reflectie en waardering te beleven voor de kunst van het brouwen. In de kerstsfeer, waar elke dag een deur opent naar een nieuw verhaal, levert het proeven van de Roem Triple ons een warm moment op in de aftelling naar kerst. Net zoals het bier rijk en complex is, zo zijn ook de verhalen rond de kersttijd diep en vol van warmte en betekenis. Laten we dit glas heffen als een toast op de toekomstige verhalen die nog ontdekt moeten worden in onze adventkalender. Proost op de tradities en het ambacht dat ons blijft verbinden. De geest die voor hem stond, straalde een kalme energie uit. Zijn zachte trui leek het warme licht in de kamer te absorberen. Zijn houding was ingetogen, maar zijn ogen keken doordringend naar Jasper. De wereld draait door, maar dat betekent niet dat jij dat ook moet doen, begon de geest van het onthaaste. Mijn uitdaging aan jou is simpel, maar het zal veel van je vergen. Jasper voelde een lichte nervositeit in zijn maag. Wat zou de uitdaging zijn? Moest hij zijn carrière opgeven? Moest hij zich terugtrekken uit de wereld? Ik vraag je om een weekend, slechts 2 dagen, alle technologie af te zetten. Geen telefoons, geen computers, geen televisie. Alleen jij en de stilte van je eigen gedachten. Sprak de geest met een sereniteit die de ruimte vulde.
Jasper slikte. Zijn eerste reactie was er een van ongeloof. Hoe kan hij een heel weekend zonder zijn telefoon overleven? Hoe zou hij zijn mails checken? Hoe zou hij op de hoogte blijven van wat er in de wereld gebeurde? Zijn vingers jeukten al bij de gedachte aan de onbeantwoorde berichten en de meldingen die zich zouden opstapelen. Toen keek hij op naar de geest van het onbehaaste. En hij herinnerde zich de kalme vijver die ze samen hadden bezocht. De rustige momenten die hij had gemist omdat hij altijd haast had. Voor het eerst begon hij te beseffen dat hij misschien wel iets waardevols mist in zijn eindeloze race tegen de klok. Oké, zei Jasper bijna fluisterend, alsof hij bang was dat de woorden eenmaal luidop uitgesproken hem zouden binden aan een onmogelijke taak. Ik zal het doen. Ik accepteer je uitdaging. De ogen van de geest van het onthaaste leken nog zachter te worden, alsof ze gevuld werden met het gouden licht van een ondergaande zon. Je zult er geen spijt van krijgen, verzekerde hij. Wanneer je de constante stroom van informatie en afleiding stopzet, zelfs voor een korte periode, zul je merken dat de wereld niet zo luid is als dat je dacht. En misschien, heel misschien, kun je ontdekken wat het is dat je echt nodig hebt. Jasper knikte. Meer voor zichzelf dan voor de geest. Terwijl de geest van het onthaaste zich terugtrok en opging in de warme gloed van de kamer, bleef Jasper achter met een mengeling van angst en opwinding. Hij was bang voor wat de stilte zou onthullen. Maar hij was ook opgewonden om eindelijk te vertragen en echt te luisteren. Dit was nog maar het begin. En Jasper wist dat de andere geesten elk hun eigen uitdaging voor hem in petto hadden. Maar voor nu, voor dit ene moment, liet hij de les van het onthaaste diep in zich doordringen. Misschien was dit wel de eerste stap naar een leven dat niet gemeten werd in seconden, maar in betekenisvolle momenten. Zo, beste Bourgondiërs. Dan zijn we aan het einde van weer een hoofdstuk. En een prachtig glas bier. We hopen dat je net zo hebt genoten als wij. Vergeet niet, het leven is te kort om slecht bier te drinken en saaie verhalen te horen. Morgen wacht een nieuw hoofdstuk en een nieuwe smaak. Maar voor nu, proost op het goede leven. En tot de volgende Wat zullen we drinken aflevering.